Sinds 1 maart kun je aangifte doen over 2017. Controleer de gegevens die vooraf zijn ingevuld en vul ze aan. In deze video behandelen we de belangrijkste veranderingen ten opzichte van vorig jaar en geven we tips. De gegevens waarmee je belasting kunt besparen zijn vaak niet van tevoren ingevuld, zoals aftrekbare zorgkosten en giften. Mensen met lage inkomens komen hiervoor veel sneller in aanmerking dan anderen. Als je in de laatste dagen van 2016 een groot bedrag hebt overgemaakt, is de kans groot dat dit niet is verwerkt in de vooraf ingevulde aangifte. Handmatig aanpassen mag en kan voordeel opleveren. Als je een en/of rekening hebt met een ander dan je partner, bijvoorbeeld met een van je ouders, staat die bij beide vooraf ingevuld met het volledige saldo. Als je dit niet aanpast, betaal je er al snel dubbel belasting over. Heb je meer dan 25.000 euro op je bankrekeningen staan? Let er dan op dat de belastingheffing over dit vermogen dit jaar anders gaat dan vorig jaar. Je betaalt niet langer 1,2% belasting over je spaargeld. De heffing hangt nu af van de hoogte van je vermogen. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger het belastingpercentage. Betalen jij en je fiscaal partner belasting over jullie vermogen? Let dan goed op bij het verdeelscherm aan het einde van de aangifte. Door de verschillende tariefschijven kan de verdeling bij wat grotere vermogens veel verschil maken. Vooral als één van jullie flink vermogend is, kan de belastingheffing vaak omlaag. Geef daarvoor een deel van dat vermogen aan bij de minst vermogende partner. Als je in 2017 een hypotheek oversloot of je rente opnieuw vastzette, heb je nu waarschijnlijk een veel lagere renteaftrek. Dat komt niet omdat de belastingregels zijn veranderd, maar omdat je rente flink omlaag is gegaan. In je aangifte kun je minder rente aftrekken, maar als het goed is heb je wel lagere hypotheeklasten. De renteaftrek voor hoge inkomens is ook dit jaar weer met 0,5% gedaald. Bij huizen met een waarde tot ongeveer 500.000 kost dat meestal een paar tientjes tot ongeveer 100 euro belastingvoordeel. Mensen met een kleine hypotheekschuld hebben soms onderaan de streep geen aftrek, maar een bijtelling voor de eigen woning. Partners kunnen zo'n bijtelling vaak voorkomen door de eigen woning in het verdeelscherm toe te delen aan de partner met het laagste inkomen. Je moet de aangifte uiterlijk op 30 april insturen, maar liever doe je dat al voor 1 april. De Belastingdienst belooft namelijk dat een teruggave dan uiterlijk in de eerste helft van juli op je rekening staat. Red je 30 april niet, dan kun je gemakkelijk uitstel aanvragen tot 1 september. Met vragen over je belastingaangifte kun je gratis de belastingtelefoon bellen. Uit ons onderzoek blijkt echter dat de kwaliteit van die antwoorden vaak onvoldoende is. Omdat je bijna altijd zelf opdraait voor de foute antwoorden, raden we aan het antwoord voor de zekerheid te controleren. Dat kan in de informatie achter de vraagtekens in de aangifte, op de website van de Belastingdienst of in een belastinggids. Als je geduld hebt, kan je ook een brief sturen aan de Belastingdienst om je vraag voor te leggen. De kwaliteit van de antwoorden op brieven is namelijk veel hoger. Wil je meer tips? Schrijf je dan gratis in voor de e-mailreeks van de Belastingcoach. Of kijk op onze website.